Dit is wat de familie Mannaert zondagnacht hoort. We hebben een mooie inbouwhaard, zeg maar, in een oude schouw. En we zaten heel gezellig rond het vuur, de hond erbij. Nou, een heerlijk avondje gehad. En ik ging om 11:30 naar bed ongeveer. En ik werd ineens om 13:30, tikte mijn vriendin me wakker van, joh, ik hoor boven wat piepen. En toen bleek het onze melder die op zolder hangt, die bleek een koolmonoxide melding te doen. De brandweer vindt geen vuur, alleen wat zaken die zijn gaan smeulen. Maar genoeg om de melder in gang te zetten. Het gevaar van CO is dat je het niet ruikt en je proeft het niet. Eigenlijk is het gewoon een sluipmoordenaar. Het CO dat ontstaat en heel langzamerhand glij je weg. Je krijgt een beetje hoofdpijn, griepklachten. Ik zag helemaal niks. Nou, koolmonoxide kan je natuurlijk ook niet zien. Dat is het verraderlijke ervan. En toen heb ik meteen alle dakramen opengezet. Zorg dat je altijd het raam op een kiertje hebt of ventilatieroosters open hebt staan. Daarnaast controleer. Controleer jaarlijks verbrandingstoestellen met een open verbranding of cv-toestellen door een erkende installateur. En dan het laatste punt is alarmeer. En dat sluit aan bij het feit, hang nou die CO-melder op, want het is van levensbelang. Ja, ik had hier niet meer kunnen staan. Daar komt het gewoon op neer. Dus